Je bedrijfskosten. Wat kun je aftrekken? Als ondernemer koop je spullen voor je bedrijf om je zaken te kunnen doen. Een computer, een website, gereedschap. Dit noemen we bedrijfsmiddelen. De kosten van bedrijfsmiddelen kun je aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting. Soms in één keer en soms verdeeld over meerdere jaren. Namelijk als je aanschaf meer kost dan €450 exclusief BTW en langer meegaat dan één jaar. Je gaat dan afschrijven. Let op, per jaar mag je maximaal 20% van het aanschafbedrag afschrijven. Hoeveel je afschrijft hangt af van drie dingen. 1. Wat kost het? 2. Hoe lang ga je het gebruiken? 3. Wat is het daarna nog waard? Een voorbeeld. Je koopt een laptop van €1000. Je verwacht dat je er 3 jaar mee kunt doen en dat je laptop daarna nog €100 waard is. Je wilt dan in 3 jaar €900 afschrijven. Dat is €300 per jaar. Maar per jaar mag je maximaal 20% van de aanschafwaarde afschrijven. Dat is €200. Je schrijft dus 3 jaar lang €200 af. Na 3 jaar heb je dan €600 afgeschreven. Je laptop staat dan voor €400 op je balans. Verkoop je hem voor €100, dan zet je die €300 die overblijft in je aangifte als boekverlies. Krijg je er nog €500 voor, dan maak je €100 winst. Die geef je op als boekwinst. Hoe dan ook, wat voor investering je ook doet, houd altijd nauwkeurig je kosten bij. Want die kun je aftrekken als je aangifte doet. Meer weten over bedrijfskosten en de inkomstenbelasting? Kijk op belastingdienst.nl/ondernemers.